Yes jongens, mijn naam is Kevin Schippers en ik ga vandaag met Jasper een koude duik nemen in een meer. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan zie ik jullie na de intro. Yes jongens, zoals jullie nu zien, het is 9:05. Ik ga nu nog eerst eventjes naar de winkel, want ik heb een cadeautje voor Jasper. Jasper is vandaag jarig. Als deze video online komt, is die natuurlijk al jarig geweest. Maar nogmaals, gefeliciteerd Jasper. Ik ben echt benieuwd hoe die koude duik zal gaan, man. Want ik heb er veel over gehoord. Mensen zeggen echt, het is gekke shit en zo. Ik ben benieuwd, man. Heel mijn raam is gewoon ook bevroren. Kijk, ik heb een thermometertje bij. Die zegt nu wel iets warmer hier, maar het is 3 graden of zo. What the flip, maat. Ik heb hier ook een aantal spulletjes bij. Een dekentje, een fles met warm water en shit. Die hebben we bij, dus het komt helemaal goed. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar kijk. Ik heb een lekker taartje voor Jaspertje gehaald. Ik dacht, hij is jarig en we zien elkaar, dus dan moet er even een cadeautje bij zijn. Een lekkernijtje en ik hoop dat je ervan geniet, Jasper. Ik ga nu aanrijden naar Jasper. Nog zo'n 20 minuutjes. Ik ben alweer 10 minuten te laat, zoals altijd. Het wordt echt een superleuke video. Vergeet zeker niet te abonneren. Super belangrijk. In elke video dat we weer op een skatepark zijn, kun jij een shirtje winnen. Dus zorg er zeker weten voor dat je geabonneerd bent. Hier loop ik. Jasper komt er normaal nu meteen aan. Ik ben echt benieuwd. Ik ben me echt al mentaal aan het voorbereiden, want ik heb dit nog nooit gedaan. Jasper heeft het al 1 keertje gedaan, dus u weet een beetje van wat hij moet verwachten. Het schijnt echt een ziek gevoel te zijn. Dus ik heb ook nog het cadeautje bij voor hem. Hier heb ik het ingepropt. En, ready? Ik heb het ook. Teert en nee. Dankjewel, broeder. Heb je een beetje zin in? Ja, jongen, ik wel. Heb jij er zin in? Ja, man. Yo, mensen! Ik ben jarig. Kom, mag ik helpen? Oh, jij zorgt dat terecht. Wij gaan eerst zwemmen. Ben je aan het komen? Ja. Oh, vloggeske. 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 Als je eruit komt, ik had precies niet warm of niet koud. Gewoon niks of zo. Nee, inderdaad. Alleen mijn voeten daar. Echt ijsblokken geworden. Ik vind het oprecht wel spannend. Ik ook. 9:45 ochtends. En vannacht was het 0 graden. Het heeft niet gevroren. Maar ja, dat water is niet veel warmer geworden, denk ik, van gisteren. Nou begin ik echt zo die hype te krijgen. Die schreeuw. Jij start je 21ste wel tantegoeieke. Kunt jij dit? Nee, natuurlijk niet, bro. Ik ben een stunter. En dan zo of zo? Nee, die eerste. Hey! Oh, dit nu andersom. Jeez! Binnenkort skateclips of wat? Nee, joh. Dan breek mijn enkel helemaal. Mijn enkel is nog naar de klote. Ik heb nu al koude handen, broer. Echt gewoon bevroren handen, hè. Bro, hoe ver is het lopen? Net voor, ik heb een thermometertje meegenomen. Die gaan we eventjes in het water duwen. We zijn er! We gaan lekker zwemmen op deze warme zomerdag. Iedereen aan wie ik dit vraag, die zegt tegen mij dat ik zot ben. Broer, dit is top G. Dit is next level. Als je dit kan, dan ben je anders. Oh, dit is wel heerlijk om even te zitten ook gewoon, man. Ben je er klaar voor? Ik wel. Ik niet. Ah, we gaan eerst even die thermometer doen. Even een tijdje. 10 jaar later. Oké, let's go. Het is 4 graden, man. Jeez. Oké, easy. 4 graden, broer. Dat is hetzelfde als... Weet ik niet. Ja, shit. Hij loopt een beetje onder water. Eind, go nu! Kom op, nee. Kom op! Kijk jongens, ik heb dekentje, mutje, handen bij. Dat is warm water en nee. Dat kan je hier tegen zetten. Kut, nee! Pas op je gsm, kerel. Oei. Kan, ja, maar broer, nu kan ik dit niet meer aandoen. Hè? En trouwens, ik zit in de bulkfase. Oh, ik voel het nu al. Oké, jongens, wij zijn professionals, doe dit niet na. Holy tering, jongen. Nou begint het wel serieus te worden. Ik heb er gewoon een boxer onderaan. Oké, Jasper, nu moeten we echt niet te lang wachten. Tim Hofman. Oké, let's go! Oké, jongens, ik weet niet of jullie mij zien, maar ik ga een timertje zetten. 1 minuut en 10 seconden. Kom op! Ja, gaan we? Kijk, Kevin. We gaan, gast. Kom op. Lijp, hè? Het is niet normaal. Mensen, like en abonneer even. Deel dit met uw matties. Doe dit ook met uw matties. Dit is gezond, dit is cool. Doe dit niet alleen. Ik ga het bijna om zijn. Ik kan ook niet langer, man. Holy shit. Dit is echt heftig. Ja. Gaat ie? Broer, heb je het geluid wel opgezet? Broer, ze bieden het al 2 minuten. Trillen, denk ik. Gaan we eruit? Ja. Ja? 3,
TV. Oh, dat doet niet, man. Oh, shit, man. Holy shit, man. Dit gevoel is gek, toch? Dit wat is je nu voelt? Oh, shit, jongens. Holy shit, man. Hey. Koud. Ja, ja, heel wel. Ik weet serieus niet wat ik nu voel, jongen. Echt niet. Wat voel je nu? Ik weet niet, hoor. Ik heb ik het voel zo. Mijn lichaam, maat, net alsof het fucking warm is. Dus je kunt niet zeggen of je het warm of koud hebt. Precies, man. Alleen mijn voeten. De rest? Bovenkant is net alsof een vuurbrand over je heen gaat. Ja, hè? Heb je het niet? Letterlijk, ja. Alsof het heel warm in één keer wordt. Zet mijn voeten even rood. Oeh. Hey, maar volgens mij hebben wij er veel langer in gezeten. Ja, hij was niet afgekomen. Kerel, echt. We hebben het wel gedaan, hè? De eerste 5 seconden, 6 seconden, ik dacht dat kan niet uithouden. Ja, dat is echt heftig. Echt? Die eerste 10 seconden. Mijn adem was ook. Ja, hè? En niet... toen daarna was het. Wat zei, hoe vond je het? Ziek wel, jongen. Was wel een challenge. Dit is echt een next level challenge. Holy moly, guacamole. Mijn voeten alleen. De rest is echt gewoon net alsof ik gewoon heel wereld aan kan, jongen. Ik kan nu echt gewoon nog een plontje nemen, lijkt. Doe dat. Nee. Je deed het echt een stuk beter, leek het, jongen. Ik voel me echt krachtig nu wel, jongen. Stel je voor, je zet een timer, maar die gaat niet af. Hé, we kunnen wel eens kijken hoe lang we nu bezig zijn. Ja, eigenlijk wil ik dat wel weten. Oh! Wat? Bijna... Yes jongens, zoals jullie hoorden, heb ik de tijd gepliept. Want jij kan zoals eerder uitgelegd een SD Scooters t-shirt winnen. Het enigste wat je daarvoor moet doen is eventjes in de comments reageren hoe lang wij in het water hebben gezeten. Heb je dit binnen de eerste 2 dagen juist, dan win jij automatisch het SD Scooters t-shirt. Om het nog iets gemakkelijker te maken, mag je er 2 seconden naast zitten. Heel veel succes en veel plezier met verder kijken van de video. En natuurlijk je spullen bij SD. De scooters halen. Kan ik de hele wereld aan nu? Ik ben echt fucking hyper nu, joh. Ik ben mijn onderbroek vergeten, jongens. Ik heb het ook niet meer echt koud, eigenlijk. Los je zo'n rie erin. Oeh, wat ben ik toch voor een mongel, zeg. Kanus, heb ik hem ook nog verkeerd om. Wat ben ik toch aan het doen? Ik ben helemaal van de wapper. Ik had ook gewoon niet de behoefte om te praten. Ja, toen jij iets zei, dacht ik van, what the fuck, hoe ze zegt iets? Jij wou er zo niet al uitgaan zonder dat ik eruit ging duiken. Ja, nee, maat. Weet je wat het was? Ik dacht, ik ga niet dadelijk zo hierin zitten en dan ga ik liggen plooien om net voor de tijd eruit te gaan. En toen dacht ik, kom, we gaan eruit, bro, want dit is niet normaal. Je moet dat zelf ervaren voordat ik kunnen geloven. Je kunt die filmpjes kijken en dat lijkt ook vaak zo. Dat lijkt easy of zo, maar tot je er zelf in zit. Achteraf is het altijd zo van, ja, je hebt het wel gedaan, maar als je erin zit, is het echt even tegen jezelf vechten. Ja. Oké, misschien tot de volgende keer. Wow! Let's go! Yeah! Mensen, laat weten in de comments met wie moeten we dit volgende keer doen. Meeting van Renzo Mango, Will Steezy, Slurfscoot en Odessie. Kijk ze, mooi boys. Chickies. Chickies. Dat was ziek, joh. Jasper gaat nog genieten van zijn taart. Ik ga mijn verjaardag goed vieren. Bedankt voor de taart, broeder. Sowieso, nee. Shoutout Odessie. Vond je dit nu een leuke video? Druk dan zeker weten op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Laat een berichtje achter. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later. Yo.